Tegen jou. Oh, dat is zo goed. Ik mix whisky met een whisky mixer. Shit. Hallo iedereen. Hallo. En welkom bij weer een nieuwe vlog van Nice Family. Vandaag hebben we een speciaal soort video voor jullie. Wat hopelijk een leuke video wordt, maar we zullen ervan afhangen of het lukt of niet. Ja. Heel spannend dus. Ik ben benieuwd. Maar wij hebben een heel leuk pakketje ontvangen van de leukste taartenshop.nl. En we gaan daar heel wat dingen van maken. Want morgen heb ik een familiefeestje bij mijn thuis. En ik ga voor de high tea zorgen. Dus als we gaan, het lukt. Ja, als het lukt, we gaan heel wat maken. Waarschijnlijk. Ik en Nick gaat er zo bij staan. En dan af en toe vrij. Moet ik iets doen? Ik ben altijd morele steun. Dus ik ben gewoon in de buurt zodat je niet alleen voelt. Ja. Als ik er iets moet pakken. Doet je goed. Maar wat gaan we maken? We gaan een red fat milk. Laat ons dat haar eigen appen. Die kan echt zo de deur open doen en dan komt die binnen. Weirdo. Maar dus, we gaan een red velvet cake maken. American brownies met witte chocoladestukken in. Tartelets. En zo dipped fruits. Niet in chocolade, maar zo iets rozig. Maar ik zal het zelfs laten zien. Ik begin eigenlijk, dus morgen is het feestpost, maar ik ga vandaag al wat dingen beginnen. En dan ga ik misschien morgen nog verder met deze video. Want het is wel wat we gaan maken natuurlijk. Inderdaad. We nogmaals. Maar ik zal eerst het leuke pakketje eens laten zien. Psychologisch aspect is ook belangrijk. Wat ik ontvangen heb. Ik had het al semi open gedaan, maar toen dacht ik, misschien is het ook wel leuk om te tonen wat er allemaal in zit. Want met deze producten gaan we dus van alle leuke, lekkere dingen proberen te maken. Ik hoop echt dat me dit gaat lukken, want ik ben echt niet een kei in bakken. Oké, dit is al zo een mix. Banket, bakkers, room. Oké, oh my god, ik ben echt zo de noob, of hoe zeggen ze dat in bakken. Dan tartelets, om dat mee te maken. Looking good wel allemaal. Oh ja, deze gaan we maken dan. De red velvet cake. En dat is dus ook de mix. Oh, ik hoop dat dat gaat lukken. Volgens mij heb ik dat zelfs nog nooit gegeten, een red velvet cake. En meestal zo chocola-achtig. Hier, oh. Dit wordt een goeie. Brownies. Dan dit. Is nog voor... Wat is dat? Botercrème. Ah, oké. Ik weet echt allemaal niet wat dat is. Ik ga echt goed de instructies moeten volgen. Dit zijn denk ik zo teutjes, also spuitzakjes. Ah ja, zie, om te decoreren. Candy melts. Melting drops. Wat is dit dan nog? Dat is denk ik ook om te versieren. Zo cupcakes of weet ik veel. En wat is dit nog? Oh, zo van die chocolate chunks. Oh my god. Dit gaat zo goed zijn. En dan dit zijn nog van die bakvormpjes om het dus mee te bakken. Yay! Oké, ik ga beginnen met de red velvet cake. Oké, dus ik heb nodig, let me check, 330 gram van een mix. 330 gram, check. Got the eggs. Altijd spannend. En dan hoop dat je geen scheller bij hebt. Here we go. Score. Yes. Oké, ik ga mijn haar al even vast doen. Dus gewoon weer pakken met je haar vast. Het is gewoon gemakkelijker. Alright, dan olie. Daar heb ik 55 gram van nodig. Dan nog 130 milliliter water. Ik vind dat mensen wat Nick kan doen is mixen. Hè. Mixen kan ik wel best goed. Okay. Moet ik zo? Nee.
opzetten, ja. En dit mag nog bijna 6 minuten doen, hè. Dit is wel af, hè. Oké, mengsel is mooi gemixt, vind ik. En nu heb ik de bakvorm ingevet en nu ga ik dat hier ingieten. En dan moet dat 30 tot 35 minuten in de oven op 175 graden. Dus ik ben benieuwd. Wel een kei mooie kleur. Matcht trouwens perfect met mijn kleedje. Hoe toevallig is dat? Als ik nog iets moet helpen. Vroeger of zo? Nou, dacht ik wel. Mijn beslag proeft al was lekker. Je mocht vroeger ook altijd de pannen lekker en zo aflekken. Kijk. Oké. I'm going to put it in the oven. Oké. Ik ga, als mijn red velvet cake klaar is, ga ik die decoreren met botercrème. Dus, dat moet ik ook nog maken. Dat had ik beter eerst gedaan, want dan moet het duur opstijven, zie ik. Dus, ik ga dat al even doen. En dan, als de cake klaar is, moet ik nog even wachten. En dan kan ik die decoreren. Dus... Wat moet ik doen? 125 gram mixen met 125 milliliter water. Dan dat mengsel zo kloppen met dit. En dan het mengsel minimum 1 uur laten opstijven. En dan daarna moet ik daar nog boter bij doen en dan mixen. Dus ik ga eerst beginnen met dit. Oké, geklopt. En nu de frigo in. En ondertussen wacht ik op mijn cake. Oké, volgens de timer is de cake ready, maar oh, ik trouw het echt niet helemaal, gezien mijn misstappen uit het verleden met deze oven. Dus ik weet het niet. Misschien dat ik toch nog één extra minuutje wacht of zo. En dan ga ik hem eruit halen. Oké, the moment of truth. Het ziet er goed uit, maar je weet mooi hè. God, ik heb schrik. Wat zijn mijn taartomdraai dingen trouwens? Die moet ik ook nog gaan halen. Oké, got it. Hoe ga ik dit hier doen? Ik ga dit al eerst aan de kant doen. Oké, hier gaan we. Ik zie toch nog niks lekker, dat is wel een goed teken. Oei. Oh, score! Het is alleen een beetje scheef precies, maar dat is omdat mijn korst gebakken was. Ik heb dat wel recht kunnen duwen. Oké, maar dat maakt niet zo helemaal uit, maar... Oh, yes! Kijk hoe pretty! Het staat alleen een beetje scheef omdat de bovenkant gebarst... Allee, dus nu de onderkant was gebarsten. Maar dat zakt misschien nog wel te goed. Oh, looking good, hè. Maar hij is nog niet klaar. Ik moet hem nog dus afmaken met zo'n botercrème. Alright. Ik heb hem nog niet geproefd, maar ik vind het toch wel... Nailed it. En nu next ga ik de brownies maken. Oké, voor de brownies heb ik nodig heel dit pak. 500 gram van dit. 200 gram gesmolten boter, check. En dan nog 3 eieren. En dan moet ik dat gewoon mixen. En wat ik dan ga doen is... Deze chocolate chunks er doormengen. Dus in plaats van zo'n hazelnoten, wat vaak wordt gedaan, ga ik deze doen. Ik zal mijn mixer langs roepen. Yes. Ah, daar is het. Mixer paraat. Mixer, de mixer. Oh. Wat is het doen? Geef maar. Geef maar aan Nick de mixer, de mixer. De mixer bedoel je? Dat is een koppig, hè? Nick de mixer. Niet geven, hè? Mix jou, de mixer.
5 minuten lopen. Kunt je? Kunt je heel snel aan elkaar zeggen? Ik mix whisky met een whisky mixer. 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 Moeilijk, hè? Ik mix whisky met een whisky mixer. Ik mix whisky met een whisky mixer. Ik mix. En zoals ik zei, om het nog wel lekkerder te maken, hebben we er van die witte chocolate chunks bij doen. Dus dan mag je gewoon zo onder het beslag roeren. Ik heb alleen niet echt een idee hoeveel ik er zou bij doen. Ik ben niet alleen de mixer, maar ook de proever. Dat is ook een heel belangrijke taak. Ja, want als het nu al niet goed proeft, dan straks ook niet. Dus dat is echt cruciaal, zou ik zelf zeggen. Dat is echt schatje. Dus ik ga dat nu in de schaal doen en dan 30. Op 35 minuten weer in de oven. My god, hoe goed ziet zelfs dat beslag er al uit. Ik hoop dat dat niet te hard gaat opstijven. Misschien moet ik dat iets gladder strijken. En dat dat goed komt, hè? Dat dat niet te dik gaat zijn. Oh, dat is zo goed. Oké, de timer is afgelopen, maar het ziet er eerlijk gezegd echt nog totaal niet klaar uit. Ik weet niet als het normaal is, want dan moet wel nog een uur in de koelkast opstijgen. Maar ik ga het toch nog even laten staan. Het ziet er echt nog totaal niet klaar uit. Oké, de brownies zijn ook klaar. Ik ga ze even laten afkoelen en dan moet ik die dus nog een uur in de frigo zetten en daarna kan ik ze ook decoreren. Oké, mijn botercrème is klaar, maar ik had er eigenlijk niet aan gedacht dat ik dus dat pas morgen ga meenemen. Dus ik denk dat ik dit beslag zo in de frigo gaan zetten en dan morgen pas op mijn taart gaan doen, want anders moet ik die cake in de frigo zetten en ik denk niet dat dat goed gaat komen. Maar ik ga wel alvast een kleurtje erbij doen. Ik dacht eerst dat het was om te versieren, maar dit is zo om een kleur te geven aan uw beslag. Dus ik ga er een muntgroen beslag van maken en het schijnt dat dat echt heel fel kleurt, dus dat je echt maar een drupje moet doen. Dus ik ga dat alles doen en dan ga ik dat zo in de frigo bewaren. En dan ga ik morgen gewoon nog alleen mijn cake daarmee besmeren. Hè. Oké, het kleurt dus effectief wel fel. Ik had 3 drupjes gedaan en het is echt al heel mooi muntgroen geworden. Oké, ik ga toch de tartelettes, ik weet eigenlijk niet hoe dat uitspreekt, tartelettes. Ga ik nu al maken, maar ik ga ze alleen het koekje al maken. Dus die kan ik wel bewaren. En dan ga ik de vulling ook weer gewoon bewaren in de frigo, denk ik. Oké, deeg van de tartelettes moest gekneed worden. Maar ik was al aan het kneden en op dat punt kun je echt je camera niet meer nemen. Dus het deeg is ready en nu moet ik dat nog in die vormpjes krijgen. Ik ben bijna vergeten, dat deeg van de tartelettes moet ook nog eerst een uur in de koelkast. Zoals dat ik dat nog net op het nippertje heb gezien. De tartelettes ga ik vullen met banketbakkersroom. Hiervoor moet ik 100 gram van deze mix en dan 200 ml water erbij doen en gewoon opkloppen. Dan ga ik dat ook in de frigo bewaren en dan is al mijn voorbereidend werk al gedaan. Dan moet ik morgen alleen nog zo'n leuke dingen doen zoals versieren en zo. Alleen niet dat dit niet leuk was, maar versieren is toch altijd extra leuk. Dus dat ga ik nog doen en dan I'm done. Ondertussen heeft mijn deeg in de frigo gelegen en heb ik dat nu uitgerold. En nu moet ik dat in die vormpjes krijgen. Ik heb even hulplijn mama ingeschakeld. En zij raden aan om dat zo in kleine bolletjes te verdelen, dat deeg. En dan uit te rollen in kleine bolletjes. Dus mijn kleine bolletjes uit te rollen en dan in mijn dingetje te leggen, zodat dat overal wat gelijk is. Oké, okay, looks good. Nu alleen nog 15 minuten de oven in. Oké, okay, het is de volgende dag. As you can see, alles staat op tafel. We moeten dus alleen decoreren. Deze keer gaat Nick me helpen dan. Finishing touch. Je mocht kiezen ofwel zo toefjes spuiten ofwel de cake zo besmeren. Toefjes. Ja, ik hoor dat. Oké, smeren. Dat is wel fijn dat ik een keuze heb. Smeren mag je met dit doen. Oké, okay. Moet je dat echt zo pakken? Of? Ja, denk ik. Moet dat? Zie dat je mijn cake niet kan opmaken, Wouter. Oeps, misschien moet je eerst smeren. Jezus. Zal ik de toefjes doen? Ik denk dat dat het beste is, ja.
je moet dat. Je moet dat hier aan doen. Dan zijn er verschillende. Hè? En dan doe die crème dan met dit in. En dan zo mooi toegeschreven. Ja. Maar je moet zien dat we dat genoeg kunnen verdelen. Hè? Dus ja. Niet al die dingen in één toefje uitspuiten. En moet er zo naar het deutje. Oh shit. Normaal moet je dat helemaal vol doen. Hè? En dan het deut? Ja, maar probeer al gewoon eerst vol te krijgen. Kijk zo, het is al mooi, maar dan iets voller. Zo. Ja, als in tot de randjes. Oké, de red velvet cake is afgesmeerd, de tartarines zijn gemaakt. Ja. Die vind ik cute. Nu moeten we alleen de brownies nog versieren en ik ga ook nog soft fruit dippen in dit candy melt. We gaan dit gewoon smelten over 30 seconden denk ik. En een potje doen in de microgolf. En dan kunnen we zo op de brownies zo'n drizzle maken. Als je het hier in afgelopen hebt. En nu gaan we de aardbeien erin stoppen en misschien zo'n toefje of zo op de brownies. Ik ben wel het meeste trots op mijn velvet red cake en dat de tartarines zien ook wel heel mooi. Mooi dessert vooral. Dat vooral, ja. Maar oké, okay, we did it. Ik denk dat we het nog oké gedaan hebben. Ja, daar heb ik eerst tijd voor het dessert. Heb je er zin in, Oscar? Ja! Heel graag. Jij ook, Louis? Ja. Je moet zeggen als het lekker is. Koekjes lekker. Ja? Oké, okay, koekjes goedgekeurd. Het is ook geluid aan het opnemen. Ja. En? Blauwe besjes zijn ook lekker. Oké. Okay. Je kunt reviews doen. Hè? Allee, en dan? En het kraken? Dat is ook lekker. Ah, dat is en nu alles. En nu het geheel, hè? Moet je dus een goede hap nemen. Hm? Dit is ook lekker. Ah, oké. Okay. Ja. 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 Oh. Eerst even krabbelen. Is lekker. En dan alles maken wat samenkomen. En? Lekker? Ja. Is het goed? Verdient het een duimpje omhoog? Ja? Is het lekker? Ja? Heel lekker. Ah. Ik voel bijna op. Ik voel altijd zo lekker. Oh. Wat vind je van de topping, Oscar, het groene? Diep. Ah, oké. Okay. Kijk goed. Oké, okay, we gaan de video hier afsluiten. Hopelijk vond jullie hem leuk. Ik link ook nog een website van de leukste taartenshop hier beneden. En dan kunnen jullie eens een kijkje nemen. Doe dan een kijkje nemen. Oh, daar heb je lang over nagedacht. Nee, juist. Kom, poek. Nee, ja. Thumbs up als jullie de video leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Tot morgen, Team Nice. En dan Nice Family out.